Bewoners van Bridge Village kunnen binnenkort leidingwater uit hun kranen zien stromen. De directeur van de SWM, Marlon Oosterling, heeft vandaag samen met buurtbewoner Marta Munslag het startsein gegeven voor het plaatsen van de waterleidingbuizen. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van de bewoners van Bridge Village in vervulling. Volgens Marta Munslag, vertegenwoordiger van de bewoners, heeft de verkavelaar Arun Bridgemohan zich niet aan de afspraken gehouden. Omdat het zo is dat meneer Arun Bridgemohan heeft een vergunning gekregen van OW. En daar staat het aangegeven waar hij aan moet voldoen. Maar meneer Arun Bridgemohan heeft lak daaraan. Hij heeft ook met alle bewoners een contract getekend waarin staat dat dit project voorzien wordt van nutvoorzieningen. Maar als je praat over voorzien van nutvoorzieningen, dat houdt in water, elektriciteit, bestrating en ook het onderhouden van de berm. Kijk nu maar om u heen. Het lijkt dat wij in een ghetto wonen. Weet je, hoe dat ding werkt, dat woord wat zo in mijn mond. Het is midden in de nowhere. Dus eigenlijk is een plekje waar je ver gaat, weet je, waar mensen gewoon wonen en dan niets hebben. Maar wij wonen hier in Paramaribo en dan hadden we geen water. We hadden geen verlichting, geen stroom. Meneer, weet je wat dat betekende voor ons? Weet je hoeveel mensen apparaturen zijn stuk gegaan? Wasmachine, koelkast, waterkoker, ventilator, alles, al die dingen zijn stuk gegaan. Maar niemand vergoedt ons, omdat het bouwstroom is. En daardoor is de pijn des te meer hevig voor mensen. Want sommige mensen willen niets te maken hebben met Arun. Alleen de naam van Arun, dan raken ze al een beetje gefrustreerd. Want dat kan niet, een mens kan een ander mens dit niet aandoen. Niet de districtscommissaris en ook niet het ministerie van Openbare Werken heeft een luisterend oor voor de bewoners gehad. Alleen de president, zegt Munslag. Volgens Marlon Oosterling komt de SWM haar belofte na en zullen zoveel mogelijk huishoudens worden aangesloten op het waterleidingnet. De verkavelaar hoeft echter niet te denken dat hij vrij uitgaat. Hij krijgt zijn rekening zeker gepresenteerd. De verkavelaar van dit project moet niet denken dat hij de dans zal ontlopen. Zeker de verkavelaar van Dennis Villa Park. De rekening krijgen ze nog gepresenteerd. We kunnen de mensen niet zo lang laten zonder water. En we hadden hier een situatie dat we aandeden met de waterwagen. En zoals mevrouw Munslag zelf ook weet, als de waterwagen hier komt, kan ik gelijk een andere kruiskoppeling, askoppeling kopen, omdat het achterstukje helemaal onbegaanbaar is. Dus aangezien straks we ook weer een droogte hebben, hebben we het besluit genomen met de minister om te kijken om deze mensen zo snel als mogelijk van water te voorzien. Maar van deze plaats zeg ik ook, de verkavelaar die hier dit verkavelingsproject heeft, die wij niet kunnen vinden, noem het zo, die krijgt de rekening nog gepresenteerd. Ruim 100 gezinnen van Bridge Village zullen na jaren aangesloten worden op het waterleidingnet. Voor degenen die de aansluitkosten niet direct kunnen betalen, heeft de SWM een betalingsregeling getroffen.